Dick Kok. Ja, goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt gisteren de marathon gelopen? Ja, ik heb gisteren de marathon gelopen. Het was gisteren prachtig weer. Met mijn rood-witte shirt door de stad heen lopen. Ja, mooie kan het niet hebben. En dan vooral alle aanmoedigingen onderweg van alle Sparta-supporters. Maar ook van de rest van Rotterdam, die je toch wel dit succes gunnen vanavond. Is het extra leuk. Oké, dat riepen ze je na? Ja, dat riepen ze je vooral na. Dat was wel opvallend dit jaar, zeg maar. Dat toch wel de boventoon voerde van... Hey, morgen pakken, dan heb je dubbel feest. Dus dat was wel echt leuk om te merken gisteren. Ja. Ja. En hoe ging de marathon voor jou? Voor mij ging de marathon zoals gewoonlijk tot 30 kilometer uitstekend. En daarna kwam Joost voorbij op zijn blote voeten, die bij ons in het Roperun team zit. En die was verkleed als dit keer als de geest van Bok de Korven. Ja, ik heb het op ITWM gelezen, ja. Ja, en ja. Die gaf mij ook daadwerkelijk de klap met de hamer. En voor mij was het daarna de laatste 12 kilometer afzien. Maar gewoon keurig netjes uitgelopen in 4:25. En dat was het belangrijkste van de dag. Nou, prachtig. Maar ik begrijp dat het niet je eerste marathon was? Nee, het was niet mijn eerste marathon. Het was de zesde van Rotterdam inmiddels. En ik heb 3 keer Zeeland gedaan over het strand. En afzien zit wel... Dat hoort er wel bij, zeg maar. Daar hou je wel van? Ja, daar hou ik wel van. Oké. Hey, en de aanmoedigingen, waren die op Zuid ook even enthousiast als ten noorden van onze rivier? Nou ja, ik liet me dit jaar voor het eerst verleiden. Het is wel leuk dat je het vraagt, want op een gegeven moment riep er dus eentje in het andere rood-witte shirt op Zuid van het bekende van SPERMA. En toen riep ik spontaan van ja, in je hol. En dat vond hij toch eigenlijk niet zo leuk. Dus maar goed, dat was zijn ding. Hij riep mij en ik reageerde zo spontaan. Maar normaal gesproken op Zuid gaat het ook allemaal prima en moedigen ze je net zo hard aan in het Feyenoord shirt. Dus dat is geen enkel probleem. Maar deze had ik even te grazen. Ja, ik heb een intensieve voorbereiding gehad. Ja, maar uiteindelijk doe ik het hiervoor. Het Sparta Rotterdam Running Team 88 voor de Europa Run. Want ja, ik probeer mijn gezondheid in te zetten voor mensen die dat geluk niet hebben. En de pech hebben om getroffen te worden door kanker. Daar zet ik me daarvoor in. Intensieve voorbereiding het hele jaar. Gemiddeld loop ik 1500 kilometer hard per jaar. Okay. En voor dit goede doel. Mooi. En nog even het Sparta Roperun team. Waar kunnen we die vinden? Via de roperun.nl website? Ja, www.ssrt88.nl. SSRT88.nl. Ja. En waar staat het allemaal voor? Om het makkelijk te onthouden. Sparta Supporters Running Team 88.nl. Dus 88 staat voor het 1888. Ja, dat, en, dat hebben we op deze manier mooi weten te borgen in ons teamnummer. En daar zijn donaties altijd welkom op. Ja, vind ik ook. Oké. Hey, dankjewel. Hey, graag gedaan. Fijne wedstrijd. Ja, jullie ook. Oké, hoi. Stefan Tijn, hè? Stefan Tijn. Ja. Gisteren de marathon gelopen. Gisteren de marathon. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, wat was je tijd? 4:10. 4:10? Ja. Mooi. En waar had je op getraind? Ik had gehoopt op iets onder de 4 uur. En tot 37 kilometer zat ik daarop. En toen kwam ik de man met de hamer tegen. Het was klaar. Maar je hebt dus 7 kilometer moeten zwoegen eigenlijk? Ja. 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 En heb je dan nog profijt van je Sparta shirt of niet? Ja, enorm. Want ik vond het echt bemoedigend om te horen hoeveel Spartanen er langs de kant stonden. Zelfs met trompet, ik weet niet of je dat hebt gehoord. En hoe vaak het Sparta-lied is gestart toen ik voorbij kwam. En het Sparta naar voren en kampioenen. En morgen gaat het gebeuren. Ja, dat was echt geweldig. Mooi. Ja, super. Ja, op de televisie zag ik de kopgroep op 39 kilometer. Daar werd ook de Spartamas gespeeld. Ja, ik hoorde volgens mij toen ik zelf bij de rond de finish was, hoorde ik ook de Spartamas nog ingezet worden in het publiek. Dus Daar zat kennelijk een groep supporters. Maar mensen die zingen of dat een bandje werd ingestart? Nee, mensen die zingen. Oké. Okay. Ja. Hey, hoe was je voorbereiding voor de marathon? Die was goed. Was goed. Ik ben in oktober, november begonnen. Ik had daarvoor al wel 2 keer half van gelopen. Kijk je terug op een succesvolle marathon of baal je toch van dat verlies op laatst? Ja, een beetje wel. Die onder de 4 uur had toch wel fijn geweest. Dus ik weet nog niet of dit de laatste zal zijn. Ik zei een maand geleden van eens maar nooit weer. Maar... Dit was je eerste marathon? Dit was mijn eerste marathon, ja.
Dat is 4 uur 10 een knappe tijd hoor. Ja, hè? Ja. Ja. Ik ben lid van een atletiekvereniging en daar zijn er grote groepen die graag onder de 4 uur willen lopen. Ik ben trots op mezelf. Ja. Zou ik maar zijn. Ja. Heb je het allemaal zelf gedaan of niet? Allemaal zelf gedaan. Oké. Ja. Ja. Schema gevolgd? Schema gevolgd, van het internet afgehaald, schema weer bijgesteld. Ik heb wel één trainingsmaatje gehad, maar die liep op een gegeven moment een ander schema. Dus toen moesten wij uit elkaar trainen. Maar nee, alles zelf gedaan. 30 zelf gedaan, 35 zelf gedaan. Ja. Ja. Nou, complimenten man. Ja, nou, dankjewel. En vanavond Sparta? Ja, ja. Ja, ja, het kan toch niet gaan gebeuren. Het kan gewoon niet. Nee, dus ik denk dat het gaat gebeuren. Oké, okay, voorspelling? Ik denk 3-1. 3-1? 3-1. Oké, okay. Ja, prettige wedstrijd. Ja, dankjewel, jij ook. Arend Kemink. Ja, klopt. Ja, de man van de foto. Ja. Bij de poll op ITWM. Ja. Je hebt de marathon gelopen. Van harte gefeliciteerd. Ja, het was mijn 25e keer in Rotterdam. Ja. Dat idee had ik al, ja. En de 66 in totaal. Prachtig, man. Ja. Hey, ik zag dat je 3 uur 45 had gelopen. Ja. Daar heb je een beetje een abonnement op, toch? Op dat soort tijden? 3:46:58 voor de ja, toeristen. Ja, dan noem ik 3:45. Dus als ik fit ben, is dat mijn tijd. Altijd een Sparta shirt? De eerste 5 keer niet. En de andere 61 marathons wel. Soms uit, soms thuis. Dus ik loop zo eens 2 keer in de week en dan ga ik er van tussen. Dus dat moet kunnen. Maar dit jaar loop ik iedere maand 1 marathon. Dus dan echt waar? Van de training, ja. Jeetje, mina. En heb je je weddenschap verloren ofzo? Of heb je dat zelf bedacht? Zelf bedacht. Ja? Ja. Oké. Okay. Het is gewoon om zo snel mogelijk bij de 100 marathons te zijn. Oké. Okay. Geweldig man. Ja. Dus dit was je 5e dit jaar? Je 4e dit jaar? Ja, ik heb januari Amerika. Toen liep ik ergens in Orlando. Toen zei iemand, was een Nederlander, dat lijkt wel een Sparta shirt. Ik zeg inderdaad, dat is een Sparta shirt. België, Scheveningen, Zandvoort en nu Rotterdam. Geweldig, dus, man. Ja. Fantastisch. Die van Amerika van dat Sparta shirt, dat was wel echt komisch. Ja. Ja. En heb je in Rotterdam nog veel reacties op je shirt gehad? Ik heb ongeveer 20.000 keer de vraag beantwoord dat we vandaag kampioen moesten worden. Dus het was erg leuk, ja. Het was heel goed. Ja. Het was beter dan, het was echt super dit jaar met aanmoediging voor mensen in Sparta shirt. Ja, je hebt echt het gevoel dat het leeft nu, hè? Heel erg, het leeft echt heel erg. Ja. Want ik geef je een hand, maar ik ben eigenlijk voor een andere club. Dat kreeg dan ook zo vooruit. Alweer, het leeft echt en iedereen hoopt echt dat we echt kampioen worden. Ja, dus cool. Geen negatieve klanken over Sparta. Trouwens, bijna nooit als je in een Sparta-shirt door het land loopt, is dat SPARTA en Sparta naar voren. Dus dat is altijd goed. Ja, mooi hè? Ja. En wat is je voorspelling voor vanavond? Na de laatste 2 keer durf ik weinig voorspelling te doen, maar ik hoop dat we gewoon 2-1 winnen. Oké. Okay. Dus laten we voorspelling 2-1 en dan kampioen en dan feesten. Nou, alvast gefeliciteerd dan. Bosselaar TV, we zijn er weer. Ja. Die Danny Blind, hè? Ja. Die zit nou weer op de tribune. Ja. Naast die Oostveen. Ja. Dat is je denk ik helemaal zat. Ja. Ik denk dat ze het op een akkoordje hebben gegooid met Ajax. Ja? Ja. Zijn er klaar mee, ja. Ja, ze begrijpen. Ik ben er ook wel klaar mee. Ik wil gewoon kampioen zijn. Oh, punt. Nu. Ja. Ja. En dat hele jonge Ajax, dat boeit me ook voor geen meter. Ik denk echt een bagger tegenstander. Waardoor als je wint dan is het normaal en als je verliest dan is het kloten. Dus ja, ik valt geen eer aan te behalen. Dus maar winnen denk ik dan. Maakt het iets uit wie er bij Jong Ajax in het veld staat? Nee, ja, individueel goede spelers of een ingespeeld team. Dat is een beetje zij moeten altijd maar iemand die weer de top gaat halen of geblesseerd is geweest inpassen. Zodat hij weer zijn vorm pakt en dat gaat ten koste van het collectief natuurlijk. Dus ik weet niet of het een nadeel is als er veel spelers uit Ajax 1 meedoen. De wedstrijd in zit me ook werken helemaal geen ruk. Gewoon 3 punten klaar. Ja. Die pakken wegwezen. Ja, dag en dag meneer. Hallo. We staan even televisie te maken. Ja, ja, ja. Ik zie het. Weet je nou nog wie pendelt? Ja, tuurlijk. Ja, zeker wel. Helemaal Sport uit. Ja, dat heb ik al gezien. Tuurlijk wel. Hey, succes. Dankjewel. Dank wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik was bij Ajax uit, jonge Ajax uit. Ja. Toen het veld zo'n beetje onder water stond. Oh, ja. Maar toen maakte dat hele Ajax echt geen schijn van kans. Het lag echt aan het veld dat nog 1-1 werd. Ja.
Ja. Dus ik ben helemaal niet bang. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik later thuis ben. Ja, dan komt het goed. Laat ze maar komen. Maar als we verliezen, kom jij toch ook later thuis. Dan heb je ook een reden om niet naar huis te gaan. Is ook zo. Ja, oké. Okay, ja. Nu nog één ding. De pol. De pol. Ik weet de vraag niet meer. We gaan struikelend over de finish gewoon. Dat gaat nu gewoon gebeuren. Zullen we eerst even de vraag laten voorlezen? Ja, jij weet de vraag. Nee, die weet ik niet. Alice weet Alice weet de vraag. Beter. We geven Alice in de postelaar. De pol van de week. Alice, vertel eens. Wat, nog één keer. Hoe ziet Sparta eruit? Nee, hoe zit Sparta erbij? Hoe zit Sparta erbij in de slot? In de slot? Kilometers van de marathon. Oké. Okay. Hoe ziet Sparta eruit in de slot? Ik weet het nu al niet meer. Oh, hoe zit Sparta erbij in de slotfinale? Hoe zit Sparta erbij in de slotkilometers van de marathon? Jij denkt dat we struikelend... Ja, maakt me niet uit hoe. We gaan nu winnen gewoon. Onterecht, maakt me ook werkt helemaal niks uit. Maar het moet gewonnen worden, ja. Punt. Nou, ruim driekwart van de mensen denkt dat we of glorieus of met opgeven hoofd gaan finishen. Oké, okay, ja. Mooi. En dat verschoof naarmate de wedstrijd dichterbij kwam, ja. Werd dat steeds positiever. Ja, dat is mooi. Ja, dat is leuk hè? Het is geen gelopen race, ook vandaag niet. Nee. We zullen er echt voor moeten vechten. Jawel, maar we winnen dat vandaag hoor. Ik ga ervan uit. Oké, okay, ik ook. Prettige wedstrijd. Thank you.
Oké, hij moet nog even op de Bosselaar. Hans, stel me eens een vraag. Zullen wij laten horen? SP, AR, stel me eens een vraag. Bedankt. Zullen wij... Leep. Nee, niks leep. Bedankt voor je analyse. Kampioen. Yeah.